Gisteren is in de Commissie Buitenlandse Zaken een initiatiefnota besproken dat vraagt voor meer aandacht voor christenvervolging in de wereld en in het Nederlands buitenlandbeleid. En natuurlijk is Forum voor Democratie daar een groot voorstander van. Het christendom is natuurlijk het fundament van onze westelijke beschaving en dat wat ons allen heeft gevormd. En daarom vinden wij het ook belangrijk dat het Nederlands kabinet ook gewoon opkomt voor 340 miljoen vervolgde mensen. Wij willen dat Nederland weer trots wordt op haar christelijke wortels en dat we ook gewoon opkomen voor die mensen die ons nodig hebben. Kijk maar met ons mee hoe het is gegaan in deze vergadering. Ja, dank voorzitter. Ik wil ten eerste graag de indieners en verdedigers van het initiatiefnota bedanken voor het vele werk en tijd die ze ongetwijfeld hebben gestoken in het opstellen van dit document. Maar ik wil ze ook complimenteren dat ze op durven te komen voor een specifieke religieuze groep in deze steeds meer seculiere samenleving die zich steeds verder tracht te distancieren van haar joods-christelijke wortels. Maar zoals de indieners illustreren, worden christenen in landen over de hele wereld steeds vaker vervolgd om hun geloofsovertuiging, met ook een aanzienlijke stijging in het aantal vermoorde christenen, met name in Afrika, dit afgelopen jaar. Alleen is de aandacht voor de vervolging van deze minderheden schaars. Of dit te wijten is aan politieke correctheid, dat het christendom gelijkstelt met kolonialisme en de westerse cultuur kan een mogelijkheid zijn. En helaas is het koekje van eigen deegnarratief dat vaak gebruikt wordt in deze context weerzinwekkend. The past cannot be cured, zei Queen Elizabeth I ooit. En hoewel ook het christendom ooit de inspiratie was voor zekere wreedheden in het verleden, is nu niet het moment om onze ogen af te wenden van de misdaden tegen deze groepen mensen in het heden. Het kabinet vat deze initiatiefnota op als ondersteuning van het eigen beleid. Ik ben benieuwd of de indieners hier genoegen meenemen met deze reactie. En dan heb ik ook nog een paar vragen en opmerkingen over een aantal specifieke voorstellen. Dat betreft het eerste voorstel. Het christendom behoort tot de belangrijkste bronnen van onze rijke Europese beschaving die ons alles heeft gevormd. Nederland is geseculariseerd, maar we zijn schatplichtig aan onze christelijke erfgoed. En het is dan ook logisch dat we in het bijzonder aandacht besteden aan christenvervolging. Daarom zijn we het met de indieners eens dat het kabinet en mensenrechtenorganisaties de schoon moeten laten varen om specifiek op te komen voor de vervolgde christenen als dit probleem zich aandient. Dit is niet slechts een probleem voor christenen, maar voor ons allemaal. Is het kabinet bereid om per casus te evalueren of het besteden van aandacht aan christenvervolging urgentie heeft?